En ja, we zijn allemaal zo trots op hun. En Nederland is gewoon één. Oh, we zijn waar? We zijn hier zo in het Vroezepark, dames en heren. We zitten oranje te kijken, de oranje leeuw winnen. Damesvoetbal. Is het wat? Eerlijk? Eerlijk gezegd, ik heb er geen benul van, want normaliter ben ik niet met voetbal bezig. Maar nu dat de vrouwen aan de beurt zijn... Nou, ze hebben ervoor gestreden gewoon om in de finale te kunnen staan. Dus ze hebben echt hard voor gestreden en hard voor gewerkt. Wat hoort er nou bij een leuke voetbaldag? Nou, de vele mensen, zeg maar, en de gezelligheid, het eten. Je leert nieuwe mensen kennen als je bijvoorbeeld geen bal hebt, net als wij. Kan je aan andere mensen een bal vragen. Het is gewoon heel bijzonder om te zien wat er voor een breed publiek hierop afkomt. En dat iedereen er zo enthousiast over is. Dus het is heel bijzonder. Ik vind het heel tof. We zijn allemaal bij elkaar door één initiatief natuurlijk. Voor de meiden. En ja, we zijn allemaal zo trots op hun. En Nederland is gewoon één. Wat voetbal betreft, wat sport betreft. Alles wat we bereiken, dat bereiken we samen. Geweldig. Heerlijk. Nou, hoe belangrijk is dit voor de vrouwensport? Ja, heel belangrijk. Ik voetbal zelf al 13 jaar en ik merk echt dat het opkoming is. Heel veel meisjes om me heen in de buurt willen gaan voetballen. En ja, daarom is het gewoon echt heel mooi om te zien. Oranje heeft het helaas niet kunnen redden vandaag. Hoe ga jij dealen met dit verlies? Naar huis en een bier. Ja, ik had het niet zien aankomen en ja, het heeft me aangenaam verrast. Maar ik kan niet ontevreden zijn, want ze hebben een kaartje. Ze hebben al de ticket voor de Olympische Spelen. Wij gaan een biertje drinken om onze leeuwinnen, serieus. Want wij hebben zoiets van, hé, we zijn trots. Maar ik heb wel een beetje het idee dat mensen toch teleurgesteld zijn en iets anders hadden verwacht. De Nederlandse voetbaldames staan nu wel op de kaart. Welke sport moet er nu een podium? Voor de chicks? Kickboksen misschien of zo? Dat vind ik ook wel vet. Niet welk, maar eigenlijk elk toch? Nou, wij zitten zelf op softbal, dus het zou heel grappig zijn. Worstelen met olie voor vrouwen en zo. Maar ja, tot welke gewicht? Nee, weet je wat? Over gewicht. Nee, zo gaan we niet doen. Ik wil ook grote vrouwen zien, je weet toch?